Een zwarte bladzijde in Arnhems verleden. Van de 2000 Joodse inwoners die onze stad bij het begin van de Tweede Wereldoorlog in 1940 telden, kwamen er ruim 1300 niet terug. Onder hen Marcus Beem, geboren in Arnhem op 26 december 1902. Mei 1940 woonde Marcus Beem met zijn ouders aan de Sonsbeeksingel 109 in Arnhem. Marcus Beem was van beroep vleeshouwer. De hoofdcommissaris van politie te Arnhem verzocht opsporing, aanhouding en voorgeleiding van Marcus Beem, woonachtig in Arnhem. Hij werd ervan verdacht van woonplaats te zijn veranderd zonder de daartoe vereiste vergunning te hebben. Met deze omschrijving werden Joden aangeduid die waren ondergedoken. Aldus Algemeen Politieblad nummer 2 van 14 januari 1943. Ondanks zijn onderduik werd Marcus Beem gepakt. Zijn ouders overleefden de Tweede Wereldoorlog. Marcus Beem overlijdt op 20 maart 1943 in het Poolse Sobibor. Hij bereikte de leeftijd van 40 jaar.